Met deze uitbreidingen zorgen we ervoor dat er ook in de omgeving van Burgum in de toekomst genoeg capaciteit op het hoogspanningsnet is. De WUT hield hier het meer van het hoogspanningsnet vregen. Dit komt omdat er meer vraag naar je elektriciteit is en aan de andere kant omdat er meer duurzame energie genereren wordt. Dit betekent dat er de komende tijd een soort werk aan de winkel is bij het elektriciteitsstation in Burgum. Enerzijds gaan we een aantal delen van het hoogspanningsstation vervangen. Het hoogspanningsstation in Burgum is 50 jaar oud en sommige onderdelen zijn einde levensduur en die moeten gewoon worden vervangen. En anderzijds moet het hoogspanningsstation worden uitgebreid en dat betekent concreet dat er 3 extra schakeltuinen komen en dat er een extra transformatorstation komt. Ook de beheerder van het regionale net Liander en stroomleverancier Engie hebben werkzaamheden in de planning. Zij is Engie aan het verkennen of het mogelijk is om een batterij van 100 megawatt op het terrein te plaatsen. Nou ja, zo'n batterij kan u dus vooral helpen in de energietransitie. Om op het moment dat er een heel soort wind is of een heel soort zonnestroom. In het weekend hebben we dat wel eens nog. En jij wil het negatieve prijzen. Nou ja, dan met die parken die weer aanregelt. Zijn en wien, dan zeggen ze, nou ja, we kennen het meer. En dan keer dat in zo'n batterijstopje, voor op het moment dat er geen zin is of minder wien is. Op een infojoen in Burgum waren de meesten bijpraat over de plan. De meningen binnen verdeeld. Ja, ik vind het prachtig. Ik vind, we hadden dit juist nodig en zo snel mogelijk. Want het stroomnet zit vol, hè? Dus we hebben belemmerd in onze ontwikkelingen. En ik ben er helemaal voor. Ik vind het prachtig. Ik hou wel mijn dingsten daarover, maar goed, dat eerst zien en dan attesteer de zoveel hoe het komt. Ja, zo moet je dat vertellen kennen, wat je twijfels daarover bent of? Nou, we geloven. Ze zitten verjaven er alles over en leidt binnen de normen. En, maar ja, dat loopt net zo goed in. We zitten er vlakbij, dus ja, dat... Nee, maar weer zien.